leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Een tijdje geleden ben ik bij Laura Blasjouchet Couture in Haarlem geweest om een persoonlijk kledingstuk te laten ontwerpen en te laten maken. Van Laura mocht ik dit hele proces op beeld vastleggen en dat heb ik uiteraard ook gedaan. Super tof natuurlijk, maar er komt wel heel erg veel bij kijken. De eerste stap in het proces is eigenlijk de intake. Tijdens de intake ga je met de couturier in gesprek en ga je bespreken wat jouw wensen en ideeën zijn. Samen ga je naar diverse ontwerpen kijken en aan de hand van dit gesprek krijgt de couturier eigenlijk een goed beeld van wat jouw wensen zijn, wat jouw smaak is. En aan de hand daarvan kan de couturier aan de slag. Wanneer je besluit met de couturier in zee te gaan, als er een klik is en als je er een goed gevoel over hebt, dan gaat de couturier aan de slag met het ontwerpen. Tijdens het ontwerpen van de kledingstukken houdt de couturier uiteraard rekening met je lichaamsbouw. In mijn geval bijvoorbeeld mijn lange benen. Tijdens een tweede afspraak ga je samen naar deze ontwerpen kijken. Superleuk, want ik had helemaal geen idee wat er voor mij ontworpen zou worden. Ik wist dat het een jumpsuit zou worden, maar met een jumpsuit kun je zoveel kanten op. Uiteindelijk kreeg ik deze drie ontwerpen voor mijn neus. Voor mij was de keuze makkelijk gemaakt. Ik ben uiteindelijk gegaan voor het ontwerp met de strik aan de voorkant en het wat diepere décolleté. Gewoon omdat dat iets is wat ik eigenlijk niet in de winkel tegen zou komen. Maar ook als ik het tegen zou komen in de winkel misschien niet zo snel zou kopen omdat ik het gewoon niet zou durven. En in dit geval had ik er wel vertrouwen in omdat het precies op mijn maat gemaakt zou worden. Dat het me ook wel zou staan. Ook gewoon omdat Laura, de couturier in dit geval, ook gewoon genoeg kennis heeft over lichaamsbouw en dergelijke. Dus ik had er wel vertrouwen in dat het me zou staan. Wanneer je er uiteindelijk uit bent welk ontwerp het gaat worden, ben je nog niet klaar. Pakketje. Wanneer je er uiteindelijk uit bent welk ontwerp het gaat worden, ben je er nog niet. Er moet namelijk ook nog een stofje gekozen worden. De couturier zorgt ervoor dat er al een aantal stofjes klaar liggen per ontwerp. Voor mij was het nog heel even twijfelen tussen een lichte witte top en de topkleur waar ik uiteindelijk voor ben gegaan. Dus met verschillende kleurtjes eigenlijk, zoals je hier kunt zien. En als jij een keuze hebt gemaakt voor de kleurtjes en voor de stof en dergelijke en voor het ontwerp, kan de couturier je ook een indicatie geven van de prijs. Want als eenmaal de stoffen gekozen zijn en het ontwerp, kan de couturier een inschatting maken van hey, zo lang ben ik bezig met het maken van het kledingstuk en de stoffen zijn zo duur, dus dan komt de prijs ongeveer uit op. Je hebt het ontwerp gekozen, je hebt de stoffen gekozen. Dan is er tijdens die afspraak, dus de tweede afspraak, eigenlijk nog maar één ding wat er gedaan moet worden. En dat is het opmeten van de maten. Want zonder de maten kan er geen kledingstuk gemaakt worden. In het begin zag ik hier een beetje tegenop, maar eigenlijk viel dit me juist wel mee. Het gaat in die zin niet om de cijfers van je bent dik of je bent dun. Het gaat om de cijfers om een passend kledingstuk te maken. En dat maakt het gewoon zo'n stuk prettiger. Het ontwerp is op jouw lichaamsbouw gemaakt. Het was uiteindelijk niet zo erg als dat ik had gedacht. Toen ik naar huis ben gegaan, is Laura aan de slag gegaan met het maken van de jumpsuit. Vervolgens ben ik denk 2 of 3 weken later, ben ik bij Laura teruggekomen voor een doorpas. Tijdens deze doorpas had ze de jumpsuit eigenlijk al grofweg klaar. Hij was nog niet afgewerkt, maar de vorm zat erin. Ik heb de jumpsuit mogen passen en vervolgens zijn er aan de hand van die doorpas aanpassingen gedaan. Zoals je kunt zien op de beelden zijn er dingen afgespeld en aangegeven. En vervolgens heb ik de jumpsuit weer uitgedaan. Laura kon nu aan de slag met het afwerken van de jumpsuit en hij was eigenlijk zo goed als klaar. De randen moesten afgewerkt worden, het bovenstuk en het onderstuk moesten iets verder van elkaar af, het décolleté kon iets dieper en verder was het eigenlijk helemaal goed. Ik had alleen geen schoenen bij om de lengte van de broek af te meten, dus dat hebben we de laatste afspraak gedaan. Om gelijk maar terug te komen op die laatste afspraak. Tijdens die laatste afspraak kom je weer bij de couturier. Je past je kledingstuk en eigenlijk zit het dan als gegoten. Want je hebt al je doorpas gehad en ja, het gaat eigenlijk helemaal prima.
Eventuele aanpassingen, in mijn geval dus de lengte van de broek, moesten nog gedaan worden. En ook daar heb ik wat beelden van. Wanneer de finale aanpassingen zijn gedaan, mag je je kledingstuk meenemen. En ik moet je zeggen, dat is zo tof om het kledingstuk aan te hebben. En het past gewoon helemaal en het zit lekker en het voelt kwalitatief goed. Het was echt, ja, hoe zeg je dat? Gewoon super fijn. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Ik denk dat jullie misschien wel benieuwd zijn hoe de hele outfit er uiteindelijk uitziet. Dus jullie gaan nu wat foto's zien. Alvast bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!